Sorry? The Mother Nature doesn't like us. Oh. Ik pas hier niet meer in, weet je dat? Auw, je drummer aan de kant aan het krijgen. Okay. Dit is het vervolg op Wij Hebben Ruzie. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Jullie weten allemaal wel dat ik eerst geen eigen paard had. Ik ook niet. En nou ja, toen had ik dus geen eigen paard, maar nu wel. Maar ja, als je geen eigen paard hebt, dan zijn er natuurlijk enorm veel struggles die je meemaakt. En omdat we weten dat... War. War never changes. Jullie weten allemaal wel hoe het is om geen eigen paard te hebben. Want ja, we hebben niet allemaal ons hele leven al een eigen paard. In deze video zetten we op een rijtje welke struggles er allemaal gebeuren als je geen eigen paard hebt. Want wat als jij de enige bent op de manege zonder eigen paard? Je komt aan op stal en je deelt natuurlijk een kast met de eigenaressen van de pony die jij bijrijdt. Maar ja, waar is de sleutel? Wat als de eigenaresse de sleutel is vergeten klaar te leggen? Oh, ze heeft de sleutel niet klaargelegd. Ze heeft de sleutel niet klaargelegd en nu kan de kast niet open. Nico, wat ben jij aan het doen? Ja, ze heeft de sleutel niet klaargelegd. Kun jij hem niet vinden? Je bent wat langer. Oh ja, ik kan wel proberen. Nee, ik denk het niet. En dan is ze ook nog eens overbezorgd. Hey, ja, ik ben nu op stal. Ben je de sleutel vergeten klaar te leggen? Oh ja, ja, want nu kan ik de kast niet loskrijgen. Ja, ik ga wel. Ja, nee, ik doe voorzichtig, Nee, komt goed. Ik heb al gekeken en ze heeft verder niks of zo. Ja, volgens mij is de hals nog onder in de wei. En ik vraag wel aan Maartje of ik er teugels mag lenen. En dan ga ik wel zonder zadel op de bak. Nee, ik doe voorzichtig, ja. Ja, gewoon een beetje stappen en zo. Nee, ja, komt goed. Oké. Okay. Yes, doeg. Dan vragen die meiden van stel of jij met ze meegaat op buitenrit. Want zij zijn van plan om lekker 2 uur het bos in te gaan. Maar helaas heb jij de afspraak met de eigenaar dat je niet op buitenrit mag met je pony. Omdat ze dat te gevaarlijk vindt en te onverantwoordelijk. Hey Nien, wij wouden met z'n allen op buitenrit. Ga je mee? Ja, ik mag eigenlijk niet naar buiten met hem. Oh. Oh, jammer. Maar wij gaan wel op buitenrit als je het goed vindt. Ja, nee, snap ik. Oké. Dank je. Veel plezier. Ja. Dus pak je je stalen rossen en moet je mee op de fiets. Meer, meer, meer. Omdat het natuurlijk niet jouw dag is vandaag, maar je wel mee bent gegaan met een stalgenootje, kan jij geen paard rijden. Maar je kan wel hindernissen opbouwen. Je bent de perfecte slaaf voor anderen.
zoals mest scheppen, hindernissen opbouwen, helpen met opzadelen, spullen opruimen. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. Hey, niet. Jij hoeft die hindernis wat hoger maken. Alsjeblieft. Maar hoe wil je me hebben dan? Die één hoger, ja. Ja, maar hij is nog niet helemaal recht. Dus je moet die rechterkant even eentje hoger doen. Dan staat hij recht, zeg maar. Want ik ga niet over een scheef hindernis heen. Oké, en je wil een nieuw iets proberen met je paard. Maar de eigenaresse houdt zich heel erg vast aan de vaste regels die jullie hebben afgesproken. En dat is namelijk altijd met bit en zadelrijden. Je ziet iedereen zonder zadelrijden en eigenlijk wil je dat ook wel proberen. En oh ja, misschien is bitloos rijden ook wel een keer leuk. Twee vaste dagen in de week afgesproken en de dag nummer 1 heb jij helemaal de kast opgeruimd omdat de eigenaar van je pony helemaal niet netjes is op zijn spullen. Terwijl jij de afspraak hebt om wel heel netjes te zijn op de spullen. Dus jij hebt de kast helemaal opgeruimd en vervolgens dag nummer 2 van de week kom jij aan en is de kast weer in ontzettende zooi omdat de eigenaar gewoon niet netjes is geweest. Het was heel hard. Dit is trouwens volledig geïnspireerd op mij. Sorry Eline. Eline, bedankt dat je altijd mijn kast opruimt en het spijt me dat ik daar niet netjes mee omga. Wat een troep! Ik heb die kast net opgeruimd. Dit is echt niet normaal. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Eigenlijk willen wij jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar... Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even een like achter in de comments als jullie dit ook herkennen. Want ja, jullie zijn vaak zoeken mensen. Maar niet uit jongens. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei! Hey, weg, doei! Hey, ik wil je even alles laten liggen, mevrouwtje. Want dit is mijn kast. Ja, ga door. Is het zo als de keer? Wij hebben namelijk voor jullie op een rijtje gezet wat de struggles zijn van mensen die geen eigen paard hebben. Want als jij de enige bent op stal zonder eigen paard, hoe vervelend is dat? Maartje heeft vroeger ook geen paard gehad. Ik trouwens ook niet. Ik ben een paard. Is het een grap of zo? Nee, is echt. Ja, maar ik wil niet op die paard. Nee, ik kan het nog geen 5 minuten vol, man. Ik wil nog 5 minuten, ben ik al zo. Ga je mee, maar dan dit is toch niet goed dat ze mensen met ADHD op een paal zetten. Ik moet er komen, man. Oké, dan ga je mee, dan ga je niet op de paal. Ah, ik weet nog niet of kijken. Dat duurt nog een jaar. In oktober, weet je hoe lang dat nog duurt, man? Ik reis nog even naar Curaçao. Niet daar leggen, dat lacht hij niet. Nee. Laat maar. Hey. Oh, mijn neus. Oh. Hi.
was dat? Hij filmt nog steeds, schat. Hij filmt al 10 minuten of zo.